Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto van vanochtend zien we nog veel wolkenvelden boven de westelijke helft van het land, maar die wolken die trekken langzaam naar het oosten. Er valt van tijd tot tijd regen, buien geregen en die buien die trekken ook in de loop van de dag naar het oosten. Dat betekent dat we vanuit het westen steeds vaker de zon zien doorbreken. Temperatuur vanochtend een graad of 7. Vanmiddag loopt hij dan op naar 9 à 10 graden. Dan valt er eigenlijk alleen in het noordoosten en oosten misschien nog een enkele bui. In de rest van het land is het droog. en schijnt dus steeds vaker de zon. Maar het wel een stevige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Windkracht 3 tot 5. Vanavond wordt het allemaal wat rustiger. Blijft dan droog en er zijn brede opklaringen. Morgen overdag hebben we heerlijk weer. Vrij voorjaarsweer. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook hoge wolkenvelden, maar er valt geen regen uit. Het wordt 10 tot 12 graden en er waait nog wel steeds een stevige wind. Dat is eigenlijk het enige minpuntje. Maandag ook minimaal 12 graden, mogelijk zelfs 14 graden en opnieuw een afwisseling van zon en wolken. Dinsdag gaat het in de loop van de dag weer regenen en ook woensdag hebben we de paraplu nodig, maar de temperaturen blijven hoog voor de tijd van het jaar. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.